Het is zomer, heerlijk. Er komt allemaal energie van de zon. Ja, het is wel mooi als je dat natuurlijk ook kunt gebruiken op je huis. Nou ben ik vandaag te gast in Hilversum en ik ga bezoek bij Julia. Julia heeft ons benaderd en gezegd, ik heb een deel van mijn huis verduurzaamd, maar ik ben op zoek naar meer. Hoe dan? Dat ga ik jou vertellen, Julia. Kijk, ook glas in rood daarboven, echt. Het zijn wel oude huisjes. Julia! Ja, dat klopt. Wat een mooie oude huizen zijn dit. Klopt. Hoe? Zijn we ook opgevallen toen we hier kwamen wonen. Ik kan me voorstellen. Hoe oud is oud? Ongeveer 1920. Dat is inderdaad heel oud. Ja, dat is best wel oud, ja. Mag ik komen kijken? Natuurlijk. Kom erin. Oh, dat is wel aardig opgeknapt, ja. Ja, dat klopt. Inmiddels wel. Als ik toen wist wat ik nu weet, had ik het helemaal anders gedaan. Ja? Ja, was ik veel sneller gaan verduurzamen. Want wat vind je dan nu achteraf gezien eigenlijk het belangrijkste wat je moet doen als je dan toch begint met... Isoleren. Ja? Ja, echt. Dat zien we nu terug echt op onze energierekening. Het hele huis was enkel glas toen we hier kwamen wonen. Het was energielabel F. Inmiddels hebben we aan de voorkant het glas vervangen. Aan de achterkant zit een nieuwe pui in. Er zit ook echt trippelglas in en dat merk je echt. Ik kan me voorstellen. Ja, dat had ik liever eerder gedaan. We willen de bovenverdieping ook nog verder gaan aanpakken. We willen daar het glas ook nog gaan vervangen. En we willen ook zonnepanelen uiteindelijk. Het is ook eigenlijk gewoon stiekem verslavend, hè? Op het moment dat je ergens begint nou ja, dat je denkt... had ik niet verwacht, maar dat is wel echt zo, ja. Nou weet ik dat er een platform is die buren helpt met wat zij zelf al gedaan hebben. Dus adviseren in verduurzamen met zonnepanelen. Okay. Zal ik jullie even laten zien? Ja. Nou, je kunt even zoeken naar slimme buur. Kijk, hartstikke. Betrouwbaar advies over onder andere zonnepanelen, wat jij ook nog wil. Ja. Hè? Nou, dan kun je een maatregel selecteren. Weet je wat, type het zelf. Ja. Met een opdekkingstocht. Nou, eens even kijken. Onafhankelijk advies voor energiebesparen in Hilversum. Nou, wat willen we nog meer? Misschien staat er nog wel ergens een bekende tussen. Dat kan ja, dat zou zomaar kunnen. Dat je het er nooit over hebt. Ik weet dat onze buurman zonnepanelen heeft, maar die zie ik er niet tussen staan. Die kun je toch ook altijd nog vragen? Ja. En jij kunt je natuurlijk zelf ook aanmelden alsgene die vertelt hoe jij het hebt aangepakt. En dat jij het vooral belangrijk vond dat je als eerste ging isoleren. Ja. Daar kan ik andere mensen weer mee helpen. Daar kan je andere mensen mee helpen. Vloerisolatie, zonnepanelen. Daar ben ik ook naar op zoek. Nou, ook een schuin dak. Oh, kijk. Super handig. Ja, kan ik haar een berichtje sturen. Ja. Nou, het voordeel is, je gaat contact opnemen met Elsie. Maar er staat ook nog zoveel meer op die site. Met allemaal achtergrondverhalen. Als je dus echt een beginner bent en denkt van, ik vind het allemaal een beetje spannend of ik weet het niet. Kan je eerst allerlei andere informatie vinden. En echt contact zoeken is een mogelijkheid. Het hoeft niet. Hier haal je al zoveel uit. Super fijn. Maar ik ben heel blij dat je gewoon een beetje verslaafd bent geraakt aan. Er kan dus nog meer. Ja. En niet alleen voor het geld, maar ook voor je dochtertje. En het is gewoon veel comfortabeler. Ja, zeker weten.